Hey, hallo, Corine hier. Nou, nog een keer in de herkansing. Ik denk dat ga ik overdoen, want dat zag er echt niet uit. Excuus daarvoor. Ik had de boel ingezoomd met de gedachte van dan kunnen jullie het beter zien. Nou, dat heb ik nu weer gedaan. Alleen heb ik voor mezelf een baken gemaakt, zodat ik weet dat ik dus daar moet werken. Nou, wat ga ik doen? Ik ga een plaatje inkleuren van de Sweet Story Set. Een nijlpaardje. Deze keer ga ik de staande nijlpaard maken, want ik heb ze natuurlijk nu allemaal al dubbel. En er zitten echt heel veel leuke elementjes in om te kleuren. En ik roep ook heel vaak, ik ben helemaal geen kleurkanjer en dat hoef je ook eigenlijk niet te zijn, is mijn mening. Weet je, zorg dat je gewoon plezier hebt in wat je doet. Dat is veel belangrijker, vind ik, dan dat je je eigen meet aan mensen die misschien al jaren kleuren. Dat kun je ook hebben, hè? Je weet nooit hoe lang mensen iets al doen. En nou ja, weet je, je moet je lat niet zo hoog leggen. Die gedachte heb ik. Nou is het nog ontzettend vroeg, maar ik dacht, nou, dat ziet er echt niet uit. Ik ging dat eens even bekijken. Ik las jullie reacties. Ik denk, oh mijn grutte. Alles zit ernaast. Oh ja, wat ik nog wel even wilde laten zien. Je moet echt wel het goede papier nemen, perfect coloring paper. Want als je met Copics kleurt, moet je de juiste papier. Als je met water, colors kleurt, moet je het watercolor papier gebruiken. Eigenlijk klinkt het allemaal heel duidelijk. Alleen ja, ik heb ooit ook die fout gemaakt dat ik dacht van ik kan kleuren en ik had gewoon het totaal verkeerde papier. Ja. Dan gaat het gewoon echt niet. Dan vloeit het niet. Dan is het gewoon geen gezicht. En ik snap dat niet voor iedereen deze stiften weggelegd is. Want ze zijn echt best wel prijzig. Maar ja, ik heb laatst dus van iemand een hele groep club stiften. Een club. Een heleboel stiften over kunnen nemen. Omdat zij het gewoon ook helemaal niks vond. En daar moet je eigenlijk eens op letten. Soms kan je gewoon dingen van andere mensen overnemen. Voor de prikkie. En dan heb je toch weer een leuke aanvulling. En ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik koop ze ook niet allemaal tegelijk. Want dat gaat niet. Ik koop er dan eens één, en dan eens twee, en dan eens drie, en dan weer eens één. En ja, zo bouw ik het ook een beetje op. Nou, ik hoop dat het nou wel een beetje in het zicht is. En dat het de kleuren een beetje duidelijk is. Want het is nou nog best wel vroeg, want ik dacht, ja, het moet overnieuw. Maar het wordt vandaag weer flink warm. Dus ik dacht, weet je, ik ga dit gelijk in de vroege ochtend doen. En dan ga ik dadelijk mijn huisje wel even poetsen. Maar dan kan, terwijl ik poets, de video weer opgeladen worden. Ja, nou moet ik even opletten, want dan kom ik er niet onder. Nou, zoals ik al in de vorige video ook zei, ik stempel het plaatje en ik stans het eerst uit. Ik heb het namelijk wel eens zelf ook gehad en ja, het risico zit er ook in als je dus je plaatje niet goed vastzet met stansen of ja, whatever. Dan heb je kans dat je hem dus niet goed uitstanst. En dan heb je hem hartstikke mooi ingekleurd naar je zin. En dan stans je hem uit en dan is die verknald. Want dan stans je gewoon door je kleurwerk heen bij wijze van. Dus daarom plak ik het ook gewoon allemaal vast. En je ziet, hij is gewoon echt superleuk. Het is gewoon gaaf om te... Ze zijn echt heel leuk om te maken. En het is helemaal niet zo moeilijk. En dan zullen er misschien wel zijn die dan zeggen... Ja, maar wat jij ervan maakt, daar klopt niks van. Hé, het is mijn kleurwerk. Het is mijn plaatje. En ik ben helemaal niet, ik wil helemaal niet arrogant zijn of wat dan ook, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik ben er tevreden mee en dat moet je zijn. Nou heb ik dus, ik kan de kleurtjes, vergeef me als ik het vergeet om op te noemen, maar ik verspring altijd een nummer. Ik heb nu de C5. Dan ga ik naar de C3. En dan ga ik gewoon even lichtjes over wat ik al gekleurd heb. En dan duw je eigenlijk als het ware
Je inkt wat je gebruikt hebt, wat je net al erop hebt gezet, duw je omhoog. Nou, dan komt de nummer de derde. Dit was C3, nou komt C1. En daar maak ik hem mee dicht. Dus daar vul ik hem mee. Dan moet ik zeggen, het is echt nog vrij donker. Ik kan geen lamp aanzetten hier, tenminste niet met die plaat eronder. Maar ik hoop dat het voor jullie wel te zien is. Nou, nu laat ik het even zo voor zoals het is. En dan ga ik even eerst de onderkant. In ieder geval zijn staartje, want zijn staartje doe ik met mijn twee kleurtjes. Hou wel even goed tot aan het puntje. De C1 en de C3. En het kwastje van zijn staartje doe ik gewoon licht. Nou, dan zit ik lekker te knoeien. Dat zie ik nu wel. Het kwastje doen we C1. En ik ga hier wel even overheen. En de C0. Kijk, en dat is het mooie van deze. Die hebben dus nummers op de doppen. En die ben ik aan het sparen. En ik heb dus laatst een dot van die goedkopere overgenomen. En ook wel dit met deze serie hoor. We gaan weer terug naar de C5. En dan is het hier bij zijn armpjes een beetje. Nou, je kunt natuurlijk je plaatje ook draaien als je dat prettiger werken vindt. Dat werkt eigenlijk wel wat handiger. Nou, dan komt daar een beetje. Hier een beetje. We gaan hier bij zijn beentjes. Nou, ik geloof dat het nou gewoon wel voor jullie duidelijker moet zijn om te zien. En dat ik... Het kan nou niet zo zijn dat ik naar beneden zak. Dit moet allemaal in zicht zijn, want ik heb gewoon een goed afgebakend stukje terrein waar ik mag werken. Het is toch eigenlijk erg hè, dat ik dat op die manier moet doen. Maar ja, sowieso als je kleurt, dat trek je naar je toe, want dat wil je zelf goed zien. En als je dat dan naar je toe trekt, ja, trek je het uit beeld. En ik weet wel, als ik dus normaal film, dan kan ik gewoon tot aan het randje met mijn handen. Maar dat gaat nu dus niet. Maar ja, goed, dat zijn details wat voor jullie eigenlijk niet belangrijk is. Het is voor jullie belangrijk dat het gewoon in beeld is. En je ziet dat ik gewoon echt zomaar kleine stukjes doe. Want ik wil de overloop gewoon netjes hebben. Maar in principe gaat dat eigenlijk gewoon vanzelf. Je mengt gewoon je kleurtjes. En dan is het gewoon wel fijn dat je af en toe een beetje schaduws hebt. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk. Want anders dan heb je geen mooie overloop. Het moet wel vloeien. Nou, ik heb nu de C1. Dus ik ben eigenlijk nog steeds continu met C5, C3 en C1. En af en toe C0. Aan het kleuren. Meestal gebruik ik eigenlijk drie kleurtjes. Ik ga nu dadelijk toch de C0 erbij pakken. En waarvoor? Daar heb ik het meeste inkt nog in zitten om het even door te mengen. Dus die laten we even de boel even lekker helemaal vloeien. Je hoort het ook aan je stift. Ik heb dus gelukkig ook een aantal navullingen. Maar, want dat is het hè, als je Copic Marker leeg is, kun je hem gewoon weer vullen. Dus dat is wel een voordeel. Ik heb dat nog niet gedaan, dus ik heb ook geen idee of me dat goed lukt. Dat hoop ik van wel. Nou, nou vind ik dus, nou moet ik eigenlijk dit gewoon even de kans geven om te rusten. Dus ik ga nu naar zijn gezichtje aan de bovenkant. En dan gaan we weer met de C5. En dan doe je echt de schaduw waar je denkt van oké, daar moet het donkerder zijn, want daar raakt iets. Ja, weet je, dat vind ik gewoon altijd nog wel heel lastig, schaduwen. En als je dus op die Amerikaanse sites kijkt, ik heb classes gezien van Mindy heette dat volgens mij. Daar kan je gewoon zo lid van worden en dan heb je een paar gratis classes.
En die leggen dat wel uit hoor. Dan moet je met schaduw, dan moet je een bepaalde hand zo. En dan zie je dat daar. Dus het licht komt nu van rechts. Dus dan heb ik aan de linkerkant schaduw. Dus als ik zou zorgen dat het zonnetje hier schijnt voor hem, dan moet ik hier donkerder doen. Maar ik heb nu zoiets. Het zonnetje komt gewoon recht boven hem vandaan. Dit is de C3. Ik doe ook af en toe een beetje draaien. Ik heb het idee dat het dan ook wat makkelijker vloeit. Kan ik helemaal mis hebben. Zoals ik al zei, ik ben natuurlijk geen kleurkanje, maar ik wil jullie laten zien. Want dan krijg ik toch complimentjes van je hebt het leuk gekleurd of het is goed gekleurd. Of... En zoals ik al zei, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. En omdat ik die beestjes gewoon zo gaaf vind om mee te werken. Maar ja, er zijn er natuurlijk bij die kunnen het vele malen mooier. Maar als ik het nou niet laat zien hoe ik het doe en hoe simpel ik het vind eigenlijk, kan ik jullie natuurlijk nooit warm maken om het ook te gaan doen. Want dan denk je, ja, dan kan het toch niet. En dat is geen waar. En je moet gewoon een beetje positiever zijn over je eigen kunnen. En gewoon durven en doen. En vaak doen. Want hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het ook gaat. Dat was de C1 en dan gaan we weer naar de. Oh, dit is de C00. Wacht even. Ja, die heb ik ook nog. Die gebruik ik dadelijk voor zijn snuitje. Kijk, en dan gaan we dus over alles even eentje heen. En dan vind ik dus nu zijn lijfje ietsjes te licht. Nou, wat doe ik dan? Dan ga ik gewoon nog een keer. Dan zetten we het gewoon nog een keertje aan. Die schaduwlijntjes. Oh, dan zit ik nou al lekker te hobbyen. En dan moet ik dadelijk nog gaan poetsen. Daar heb je dan toch ook eigenlijk weer geen zin in, hè? Maar ja, goed, het moet wel. Huis moet ook schoon, hè? Nou, C3. Die gaat dus dit weer even lekker goed mengen. En dan zal ik dadelijk ook even laten zien hoe ik dus de foutjes wegwerk. Want ik kan het nou niet goed zien. Maar ik zal vast, als ik hem dadelijk even ietsjes dichterbij me haal, vast wel stukjes hebben waar ik buiten de lijntjes heb gekleurd. Dat geloof ik vast. Want dat doe ik gewoon altijd. Het zijn gewoon van die mini plaatjes, hè. Maar ze zijn echt zo leuk. Dit is de Sweet Stories, hè, van Studio Light. Kijk, nou komt er iets of wat meer leven in het lijfje. En dat doen dus de grote mensen ook, hè. Die doen het gewoon ook. Drie, twee, soms wel drie keer zie ik het. Ik moet gewoon eens een keer op die Amerikaanse sites kijken. Het is echt leuk. Bijvoorbeeld ene. Die moeten wel van houden, want er zijn erbij die kletsen gewoon ontzettend veel. Dat is net Corina Rijngoud. Die kletst ook zo graag. Dus bijvoorbeeld Kelly Lavatola. Kelly, hoe heet zij? Kelly Lavatola of zoiets heet zij. Nou, als je die hoort kleuren. Dan hoop ik één ding, dat ik niet continu met mijn hoofd in beeld zit trouwens. Maar die zit ook continu te kletsen. En daar word je soms een beetje moe van. Maar weet je, dan zet je gewoon het geluid uit. Dan hoor je het niet. Nou, dit vind ik eigenlijk wel prima zo. Dan het staartje had ik gedaan. Dan ga ik met de C0 zijn buikje doen. Oh, daar onderaan zijn kinnetje pak ik even C1. Dat mag ietsjes donkerder. Maar ik wil het buikje niet al te donker. C1. Zo. En dan wordt het C0. En dan wordt het C00. Fijn hè, dat ze zulke hele lichte kleurtjes hebben. Even er helemaal overheen.
En je ziet dat het dan dadelijk gewoon veel lichter wordt. Dan ziet het er soms heel donker uit dat je denkt van, oepsie, dit wordt wel heel donker. En dan valt het echt reuze mee. Nou, dat is dus de C3. En die ga ik hier nog wel even een keertje een beetje aanzetten. En die komt hier. Donkerder ga ik niet. Die vloei ik gelijk even met mijn C00 uit. Anders vind ik hem gewoon veel te donker. Maar hier mag dat. Klein randje mag die gewoon een beetje donkerder hebben. Dan moet ik weer niet te ver naar mezelf. Anders ben ik weer buiten beeld. C0 moet ik nou hebben. Om hem weer een beetje dunner te krijgen. Ga ik nou over die tandjes heen, dan is dat ook nog weer niet zo'n heel groot probleem. Die krijg ik dadelijk wel wit. Ik krijg deze sneller wit als dat je je eigen tanden wit krijgt. Grappig, hè? Maar dat zit er natuurlijk in de trucjes. En die trucjes zal ik zo met jullie even delen. Nou wil ik de kaakjes, dus de wangetjes, die wil ik ook een beetje rozig. Want ze bloost. Of hij bloost. Ik denk dat hij een beetje verliefd is of zo. En dan gaan we met de C00. Nou, en zoals ik al zei, dat wordt gewoon vanzelf een beetje lichter. Gaan we er ook even overheen, dat mag. Want anders is het wel heel erg rozig. En zo mat je dat een beetje af. Nou. Hopla. Dan doe ik in die oortjes ook even een heel klein beetje roze. Die nageltjes laat ik gewoon zo. Gewoon een heel klein beetje een puntje. Naar het hoofdje toe. En ook die vloei ik gewoon weer even uit met die C1. Dan is die toch een beetje niet al te fel, maar dat droogt gewoon weer mooier op. En zo mix ik hem. Nou, in principe vind ik hem nou qua kleuren gewoon helemaal goed. Wat ik dan daarna doe, is ik ga kijken, oké, waar heb ik gemist? Nou, dan probeer ik eerst even kijken. Dit is een Signal Uniball. Dit is een buitenlander. Heb ik ooit eens een buitenland gehaald. Signal Uniball, en die heb je in brood en die heb je in gewoon smal. En als je dan lijntjes ziet, puntjes ziet waarvan je denkt, daar ben ik net buiten de lijntjes geweest. Ik moet zeggen, ik heb aardig goed gekleurd. Valt echt nog niet tegen. Dan ga ik in de wangetjes 3 kleine stipjes zetten. En de tandjes kan je dus hier ook weer wit mee maken. Makkelijk, hè? En dan ga ik even een heel klein streepje. Dat vind ik dan altijd, ja, dat doen ze dan ook allemaal. En eigenlijk geeft dat gewoon wel een heel gaaf effect. Met 2 puntjes eraan. Nou, en ik geloof dat ik eigenlijk verder doe ik het, ja, misschien hier. Een buikie. Daar zie je bijna niks van. Dat droogt natuurlijk nog op. Dan komt het wel iets wat meer in beeld. Maar ja, goed. Dit is dus het kleuren van een klein nijlpaardje. Nou, ik hoop dat het nou allemaal in beeld was. Volgens mij wel, want ik ben netjes binnen mijn baken gebleven. Ik dank jullie voor het kijken. En tot het volgende filmpje. Doei doei!